Hey, ondertussen is de kogel door de kerk. Johnny Heitinga tot het einde van het seizoen. En niemand minder dan Leon de Stettler heeft ook gezegd... dat uiteindelijk Sarina Wiegman de coach voor Ajax zou kunnen zijn op langere termijn. He? Dus even tussenpauze. Ja. Tussenpauze, Johnny Heitinga. En dan Sarina Wiegman. Wat zeg je ervan, René? Laten we nou gewoon normaal blijven. Ja, ik word ook heel moe van dat meisje. Ik word ontzettend moe van dat meisje. Wat een bedwetertje is dat. Ach, jongens. Het zou je vrouw zijn. Dat jij zegt over je, die speelt wel aardig. Hoezo? Ja, maar ik geloof niet dat... Moet je op thuis uit gaan leggen. Ik geloof niet dat er veel mannenbloed in zit. Maar even voor de duidelijkheid. Eerst dus even Johnny Heitinga. Dat vond je ook al heel vreemd. Dus. Ja, en dan weer met die immer gevaarlijke Dwight Lodewegers erbij. Die overal op, hè? Die weer uit die tas getrokken wordt. Ja. Ja, onzin. Het is gewoon, dit jaar kun je weggooien. En het is even een jaar... Johan, ze moeten wel met deze huishouding Champions League halen. Ja, dat is financieel ten opzichte van je club. Hebben ze dat echt nodig? Moet anders echt, gaan hè? Ze in de rode cijfers. Ja. Maar ik vind het zo makkelijk, jongens. Johnny Heitinga. Ik vind het een prima jongen, hoor. Aardige jongen. We hebben hem nog een keer aan tafel gehad hier. En niemand ziet zitten in die jongen. Maar hij wint met Ajax van Excelsior. En ja. Visitekaartje afgegeven, zeiden ze bij de VI. Gedroomde kandidaat. Ik begreep juist dat ze hem aan het voorbereiden waren... om uiteindelijk die stap over te nemen. Gek, dat verhaal verzinnen ze nu te plaatsen. Nee, dat heb ik veel eerder gelezen. Ajax heeft een boegbeeld, een personality nodig... die internationaal die club vertegenwoordigt... en ook nog die groep goed kan managen. Dat is niet Sarina Wiegman, maak ik uit jouw woorden. Eigenlijk moet je daar helemaal geen woorden aan vuil maken... aan zo'n meisje die dit soort onzin uitslaat. Feministische lulkoek. Ja, maar het gaat wel ver om haar gelijk ook coach van Ajax te maken, lijkt mij, toch? Ja. Het is een beetje... Nou, kijk, ze heeft de win meegehad met Nederland zelf. Dat heeft ze goed gedaan met een hele goede lichting. Mm. En ik heb het idee dat ze in Engeland weer geen slechte lichting heeft. Maar laat ze eerst maar eens proberen bij FC Den Haag. Daar komt ze vandaan. ADO, dan kunnen we eens kijken hoe goed ze is. Maar dat gaat ook niet gebeuren, hè? Ik hoop het niet voor ADO. Nee, daar hebben ze een dik advocaat. Hè? Die zet het zaak. Gaat goed met Dikkie? Het gaat beter dan het was. Spelletje, maar we zijn er nog niet. Nee. Dikkie gooit de deur dicht achter. Het is nog wel eens 0-0. Ja, het zijn veel gelijke spelletjes. Ja. Dus, maar goed, de periode kan nog. Ja. Het kan nog. Maar jouw verwachting van Ajax? Stop dit seizoen, niks meer. Gebeuren. Dat kan niet, joh. Ze hadden gewoon Peter Bos moeten nemen. Denk ik. Ja, denk ik ook. Het is gewoon een jongen komt goed uithangbord voor je club... En spreekt zijn talen. Zou het voor hem nu ook wel verstandig zijn om nu in te stappen op dit moment? Ja, misschien wil hij dat wel niet. Nou ja, ik denk dat de Bos dit jaar nog gewoon uitbetaald wordt door Lyon. En als hij bij Ajax gaat werken, dan wordt dat stopgezet. Dus hij schiet er niet zoveel meer op. Ja. Maar dit vind ik een soort rare overbrugging die nergens op slaat.